Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 5 mei 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. In navolging van Nederland gaat tijdens de G7-top tussen 23 mei en 9 juni ook in een deel van Duitsland in de deelstaat Beieren de 13 centimeter band voor een deel op slot. Reden is de versterkte behoefte bij de overheid aan frequenties in die periode. Bundesnetzagentur heeft aangekondigd dat moedwillige stoorders zullen worden aangepakt. Net als in Nederland worden bezitters van onbemand werkende apparatuur zoals repeaters nog apart benaderd. Het blad Verbinding is tegenwoordig een maand na het verschijnen van de papieren versie gratis van de website te downloaden. Helemaal gratis is het niet, want men wil graag je mailadres in een database opslaan. Maar goed, dat is een klein leed voor het leuke blad wat het is. Het aantal DMR-bezitters in België groeit volgens de site ham-dmr.be nog steeds. Zodanig dat de site op 3 mei een oproep plaatste of mensen de bijgekomen repeaters wilden melden. Veel amateurs in België ruilden in de afgelopen maanden hun DMR-spullen in voor het System Fusion, ook wel C3FM genoemd, van Jesu. Niettemin groeit DMR dus ook nog steeds. Volgt nu een fragment van de uitzending van het programma Mediamix van afgelopen zondag. Mediamix is iedere zondagavond te beluisteren op Den Haag FM. En het programma gaat voor een flink deel over de zendhobby. We beginnen natuurlijk met de mediamomenten hier op deze zondagavond, de 3e mei 2015. Veel mediamomenten rond de aardbeving in Nepal de afgelopen week. En ook Nederland speelt een grote rol bij de reddingsactie in Nepal. Inmiddels worden de reddingsacties bergingsacties. En voor Nepalezen is het belangrijk dat men het lichaam van hun dierbaren krijgt om het zelf ritueel te cremeren. De Nederlandse militairen hebben aan de internationale zendamateur hulp geboden om de apparatuur in het land te brengen. Daardoor is er een efficiënt noodnet op gang gekomen. Voor mensen die over een communicatieontvanger beschikken, je kan het net volgen op de frequentie 14.205 MHz. En er is een tweede hulpnet op 14.214 MHz. Over de hele wereld zijn sterke stations actief om de berichten door te geven, zodat geen enkel moment verloren gaat als de band voor een bepaald gedeelte van de wereld dichtgaat. Andere stations bewaken de frequenties en houden deze schoon. En dit particuliere initiatief verdient enorme waardering. Helaas besteedt de media er niet veel aandacht aan. Het programma Mediamix, waar dit een fragment uit was, is ook te beluisteren op www.mediamixonline.nl. En dat is zonder streepjes ertussen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. 30 minutes of Tuesday, May 5, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. The Computer Association of Nepal, USA, has called on the amateur radio community to urge the government of Nepal to release radio equipment being held up in customs so that it can be used to support the earthquake relief and recovery effort. Can USA held a news conference May 1st in Santa Clara, California, to publicize its role in providing disaster communication in Nepal, as well as to promote its fundraising efforts? Can USA, also known as the Global Nepali Professional Network, calls its project to advance amateur radio in Nepal? The organization funded and installed the only amateur radio repeater currently in service in Nepal and donated a transmitter that was recently used to transmit slow scan TV images of the affected area to a military auxiliary radio system operator in Afghanistan. The single repeater, which was erected in 2013, withstood the devastating 7.8 earthquake that hit on April 25 and is the only repeater that has been in constant use since the earthquake occurred. This team is now even more invigorated to complete their project to help provide crucial communication well into the future. Amateur radio has been playing a key role in the recovery effort. In a news release in advance of its May 1 event, Radio Mala decried bureaucratic misunderstanding in Nepal that, it said, is keeping needed amateur radio equipment out of the hands of responders. Radio Mala has contacted and received support from the US State Department and the US Embassy in Kathmandu in an attempt to release the equipment from Nepal customs, but has not yet been successful. The group called on amateurs in Nepal and around the world to unite in asking that the equipment be released so that it may be deployed immediately in support of the Nepali people. In Germany, the Bundesnetzagentur announced a limited ban on parts of the 13-centimeter amateur band between May 23 and June 9 in the Bayern region. Reason is the higher demand for frequencies with the government during the G7 top that is held in this period in the region.
Neighboring Netherlands has had similar measures, mostly during live TV registrations of various events. For example, during the Dutch part of the Tour de France this summer, 13 centimeter will be completely closed for amateurs in a large part of the country. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS met een herhaling om 10:30 de dag erop 's ochtends. Je kunt ons mailen op het korte mailadres en dat is xa@xdv.me en eerdere uitzendingen zijn te vinden op p0ete.nl. Wil je meer nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op handnieuws.nl en kijk zeker eens op hobbyscoop.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.